iets meer sfeer in de video. Yo, what up gasten, en welkom bij een nieuwe video op Banjo Movies. Het is vandaag 2 april, maar gisteren was het 1 april. Je zou denken, dat is het Walhalla voor Bardo van Banjo Movies. Omdat ik eenmaal altijd gewoon video's maak met kutgrappen. Ik weet dat je nooit meer praat over datums en video's, want waarschijnlijk ben ik weer te lui om te editen. En dan upload ik dit morgen. Oké, allereerst, je kent het wel. Op 1 april zijn er altijd klassieke grappen. Zoals deze. Gast, is dit jouw ding? Mayonaise onder de deurknop. Nee, het is gewoon mijn sperma. Godsamme man. Leuk, scheetkussen. Nee, dat was... Het spelletje gelaten? Ja, is goed. Raad maar op dan. What the fuck? Te gek spel. Even serieus, ik vond het heel tof dat heel veel mensen de grap van Rapoppen hebben gebruikt. Als je daar een video van hebt gemaakt, stuur hem naar me toe, ik ben best benieuwd. Maar op 1 april heb je heel veel soorten grappen. Zo heb je bijvoorbeeld goede grappen. Gasten, zit daar wat op je neus? Wat dan? Tuut! Natuurlijk. En er zijn altijd mensen die variaties maken op goede grappen. Gasten, zit daar wat op je vuist? Wat dan? Oh, het is je neus. En nu denk jij waarschijnlijk, oké, daarmee hebben we alles gehad. Maar er bestaan ook nog een keer variaties op variaties van goede grappen. Gasten, zit daar wat op je neus? Wat dan? Het is mijn vuist! 1 april is heel leuk, maar er bestaan ook gewoon tergend slechte grappen. Hé kerel, ik sprak net je moeder. Oh ja? En ze is een hoer. En je wil niet weten hoe vaak het gebeurt dat mensen een slechte grap pakken en er geen variatie van maken, maar hem nog slechter maken. Dus een slechte grap. Hé kerel, ik sprak net je moeder. Oh ja? Ja, ze is een goede secretaresse. En dan plotseling denken mensen logisch na. En dan maken mensen een variatie op de slechte grap. Je moet dit echt volgen, deze video, anders heb je geen idee waar ik over lul. Bekijk het. Zeg, hou je van mij? Ja, best wel. Ja, ik hou meer van juni, weet je wel. Dan begin lekker de zomer, zomervakantie. Ik ben een vleermuis. Maar is het echt als dat van een viespeuk die je niet achter je wil hebben fietsen in een donker parkje? Ja. En dan gaan we door met het volgende. Natuurlijk zijn er heel veel soorten moppen die bestaan gewoon en... God mag weten waarom. Dus heb je bijvoorbeeld de klop-klop moppen. Oké, klop-klop. Nee, hier doe ik niet aan mee. Kloppen de klop-klop. Nee. Ik zei klop, klop. Weet je wat, ik ontkom er toch niet aan. Wie is daar? Giel. Wat een kutnaam. Giel wie? Ja. Giel motherfucking Belen. Wat? Oh. Hoi. Wat een neuk. Maar natuurlijk, naast de klop-klop-moppen zijn er nog duizenden andere. Het meest belangrijke wat ik eigenlijk nu wil gaan bespreken is natuurlijk... Er komt een man bij de dokter grap. Daar bestaan er gewoon te veel van. Ik snap ook voor een dokter op 1 april dat het een kutbaan is. Helemaal als je iemand gewoon het nieuws moet vertellen. Goedemiddag meneer, de uitslag is binnen. Ik ga even kijken voor u. Oei. Tja. Het is 2-0 voor Feyenoord. Door een mop te vertellen kan je het slechte nieuws wel wat luchtiger brengen. Nee, serieus, oké. Ik ga even kijken. Oei. Nou ja, gefeliciteerd. U was hier voor de aids gekomen en u heeft het. Ja, van harte meneer. Of natuurlijk gewoon de originele grap met komt er een man bij de dokter. Maar ik heb hier gewoon even 3 achter elkaar gezet voor jou. Komt er een man bij de dokter, zegt de dokter. Ruimt u dat zelf ook even op. Komt er een man bij de dokter, was hij sociaal vergeten. Komt er een man bij de dokter, gaat hij weer weg. En eigenlijk is hiermee alles wel gezegd over 1 april. Ik hoop dat je hiervan hebt genoten. En ik ga deze week ook weer 3 keer Skyrim verloten onder mijn kijkers. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een groen duimpje geven. Deze video toevoegen aan je favorieten. En geabonneer je erbij. Dat kan je hierboven doen. Je kan me ook nog een keer volgen op Twitter. Linkje in de beschrijving. Ik ben heel benieuwd hoeveel groene duimpjes wij hebben na 1 week. Gemiddeld zit ik altijd rond de 1500 groene duimpjes. Dus ik neem aan dat wij er hard overheen kunnen gaan. Of niet, Banjo Legioen? Ik zou zeggen bijna net zo hard als dat iedereen over Justin Bieber wil rijden. Oké. Nee. Niemand. Vergeet ook trouwens niet dat de video's zo meteen naar de Banjo klikbaar zijn. Ik spreek hem zelf in, dat wist je niet, hè? En bedankt voor het abonneren hierboven en dan check ik jullie later. Ah.